Terugkijken of vooruitkijken? Vooruitkijken. Vooruitkijken. Is het moeilijk om niet terug te kijken? Je hebt natuurlijk die wedstrijd van China nog in je hoofd zitten, maar je moet nu die knop omzetten. Nee, eigenlijk is dat totaal niet lastig. We hebben de wedstrijd als team zijn er afgesloten en we hebben ook gezegd van ja, we gaan gewoon meteen naar Canada toe werken. Natuurlijk neem je ook de punten die tegen Nieuw-Zeeland, China niet goed gingen mee. Maar ik denk dat we vooral uitkijken naar die volgende wedstrijd. Deze gaat over de wedstrijd tegen Canada. Aanvallen of verdedigen? Aanvallen. Slim aanvallen. Ik denk dat we altijd voor de winst gaan. Hè. Ik bedoel, ik denk niet dat je achterover moet leunen, want dan is de kans dat je het tegendoelpunt krijgt gewoon veel groter. Dus ik denk dat we gewoon ja, echt voor de volle winst moeten gaan en gewoon moeten gaan aanvallen. En niet alleen maar verdedigen zoals we tegen China deden en zoals we de tweede helft tegen Nieuw-Zeeland deden. Dat is niet ons spel. Ja, tuurlijk is dat lastig. Ik denk dat je in ieder geval aan één punt wel voldoende moet kunnen hebben om naar die volgende ronde te komen. En dat je dus vooral vanuit die nul moet gaan spelen. Maar zeker eigenlijk aanvallend op zoek wil naar dat ene doelpuntje of misschien wel naar die tweede ook. Om een beter resultaat in de groep neer te zetten en misschien zelfs nog wel eerste te worden in je pool. Ja. Laatste stelling. Wie gaat het winnende doelpunt maken maandag? Sinclair of Miedema? Miedema. Miedema natuurlijk. Voor mijzelf als spits zijn is het gewoon frustrerend geweest de afgelopen twee wedstrijden. En we weten dat we beter kunnen en we weten dat we beter moeten. Dus dat gaan we ook gewoon laten zien. Daar ben ik heilig van overtuigd.